Gemeentebelang Meijerijstad overweegt een motie van wantrouwen in te dienen, omdat burgemeester en wethouders geen gehoor willen geven aan de door de raad aangenomen motie om de gemeentelijke loketten in Schijndel en Sint-Oederode toch minimaal één dagdeel per week open te houden. Wethouder Gooiaerts had al tijdens de raadsvergadering gezegd de motie niet te kunnen uitvoeren. En dinsdag hebben BMW dat ook schriftelijk aan de raad gemeld. Ja, we wisten natuurlijk al tijdens de raadsvergadering dat de motie niet uitgevoerd zou worden. We zijn wel blij dat we hem aangehouden hebben. Gewoon om het feit dat er tijdens de vergadering duidelijk is gemaakt dat het tijdelijk is. Dus dat de voorzieningen weer terug gaan komen voor alle kernen. Dus we zijn blij dat we hem wel aangehouden hebben. Maar toch merkwaardig, een motie die wordt aangenomen en dan niet wordt uitgevoerd. Klopt, maar goed, als het niet uitgevoerd kan worden, dan kan het niet uitgevoerd worden. En daarin moeten we ook vertrouwen hebben in het college. En dat hebben jullie? En dat hebben wij. Ik vind wel, het college moet wel uitleggen natuurlijk van waarom en wat kan. Kijk, je kunt ook geen ijzer met de handen breken, dat kan er gewoon niet. Maar ze hebben wel wat uit te leggen natuurlijk. En ze zullen met een heel goede verklaring moeten komen. En de raad moet overtuigen dat wij het mee eens zijn of niet mee eens zijn. Maar ze moeten echt ons kunnen overtuigen en dan wachten we wel af. Ik waardeer dat het college in ieder geval iets laat weten en dat we de komende tijd op de hoogte gehouden worden. En ik hoop dat het snel opgelost is, maar we wisten het eigenlijk al dat het niet uitvoerbaar was. Vaak wordt gezegd, als een motie niet wordt uitgevoerd, dan komt er een motie van wantrouwen, maar die komt er niet, hè? Ik weet het niet. Ik heb één fractievoorzitter, misschien treft u hem vanavond, gehoord dat hij het wel overweegt. Ik betreur dat. Die loketten, dat is destijds een besluit geweest van de gemeenteraden van Schijndel, Sint-Oederode en Veghel. In het kader ook van de fusie. En het was zonder meer gepast geweest wanneer dit probleem aan de raad was voorgelegd. En dat het niet eigenmachtig door het college zou zijn besloten. Nou wordt er eens gezegd, als een motie niet wordt uitgevoerd, dan volgt er een motie van wantrouwen. Nou, dat is een overweging zeg maar, die we maken, een motie van wantrouwen. Ik ben daar voor mezelf nog niet helemaal uit, maar die gedachte die speelt wel, ja. Ongetwijfeld is het laatste woord hierover nog niet gezegd. Maar BMW hebben al wel toegezegd al het mogelijke te willen doen om al voor het einde van dit jaar met een goede oplossing te komen. Maar nu is dat nog niet mogelijk en zou de totale dienstverlening van de gemeente in gevaar kunnen komen als toch zou worden ingegaan op de wens van de raad. De eerstkomende raadsvergadering is donderdag 25 januari.